Goedemiddag, heel fijn om hier te zijn. Ja, ik ben Babette Bronkhorst. Ik werk bij het ledencollectief van Mensen in de Zorg. En ik vind het heel erg fijn dat ik jullie iets mag vertellen over de aanpakorganisatie Klimaat. Dat is een interventieprogramma, zoals je dat wetenschappelijk noemt, over gezond en veilig werken. En een van de belangrijkste onderwerpen daarin is werkdruk. En dat is echt ook iets wat niet alleen in de zorg speelt, maar ook in het onderwijs. In de zorg, ik denk dat u geen krant heeft kunnen openslaan zonder dat daar dit soort krantenkoppen stonden. Werkdruk is heel erg toegenomen de afgelopen jaren. Maar we zien ook dat het voor organisaties financiële gevolgen heeft. Het ziekteverzuim gaat erg omhoog. En uiteindelijk heeft dat natuurlijk voor de cliënt ook gevolgen als er minder personeel is. Maar niet alleen de organisaties, ook de individuen die daarin werken, hebben zelfs lichamelijke klachten daarvan. En tenslotte, is het, net als eigenlijk denk ik ook in het onderwijs, wordt er gedreigd met we gaan stoppen met het, bijvoorbeeld het opnemen van cliënten. Nou, dat is natuurlijk onwijs zorgwekkend. En eigenlijk ook in voorbereiding op vandaag ging ik eens eventjes kijken op de websites van nou, hoe zit dat dan in het onderwijs? En waar ik een beetje van schrok, maar ja, ook wel verwachtte, is dat ik hele vergelijkbare dingen zag. Want ook hier deze kop gaat over dat de werkdruk is toegenomen in het onderwijs. Dat het leidt tot een hoog ziekteverzuim. Dat er lichamelijke klachten zijn bij de medewerkers, hartkloppingen, benauwdheid. En tenslotte, dat zal jullie niet onbekend zijn, wordt gedreigd om te staken, om te stoppen met het werk. En ik word daar eigenlijk heel erg verdrietig van, want de zorg en het onderwijs zijn allebei sectoren voor de toekomst. Zij houden zich bezig met de toekomst van onze maatschappij. En blijkbaar kunnen we dan toch daar op dit moment niet goed genoeg voor zorgen. Dus een van de belangrijkste vragen is, hoe kunnen we dit nu veranderen? Die hoge werkdruk, die zie je overal. En wat ik in mijn promotieonderzoek heb gedaan, is dat ik even specifiek ben gaan kijken van, hoe zit dat nou precies? En een van de interessantste dingen die ik aan het begin heb gevonden, is dat die werkdruk is overal hoog in de zorg. En dat is ook zo in het onderwijs. Maar toch, als je die sectoren ingaat, zie je dat er grote verschillen zijn tussen vergelijkbare organisaties. Want de werkdruk is niet overal even hoog. Of hij wordt niet overal even hoog gevoeld. En heeft ook niet overal dezelfde consequenties. Ziekteverzuim, er zit ook verschil in. Maar hoe komt dat dan? Waarom zijn die verschillen er tussen die organisaties? Dat was mijn uitgangspunt. Ik ben daarom op zoek gegaan naar wat ik noem een beïnvloedbare factor. Van wat maakt nou die verschillen tussen die organisaties, tussen die zorgorganisaties? En om even een lang verhaal kort te maken. Ik heb 3 jaar lang onderzoek gedaan naar een gezond en veilig organisatieklimaat. Omdat dat een hele belangrijke rol speelt in het verschillen dus van die verklaren. Of de verklaring geeft tussen de verschillen van organisaties. U zal het begrip organisatieklimaat misschien niet kennen. Maar u kent het begrip organisatiecultuur waarschijnlijk wel heel erg goed. En daar zit wel een verschil tussen, want dit gaat over klimaat. En cultuur, dat is zoals u hier ook in dit plaatje ziet, gaat over de onderliggende normen en waarden binnen de organisatie. Dus heel impliciet. Als je dat wil veranderen, misschien weet u dat binnen uw eigen school, dat is niet zomaar 1, 2, 3 gedaan. Om dan een aangrijpingspunt te vinden hoe je dat kan doen, dan kom je uit bij het klimaat. Want wat is het klimaat binnen een organisatie? Dat is dus eigenlijk wat we noemen soms ook wel eens de cultuur aan de oppervlakte. Dus het zijn niet de onderliggende impliciete normen en waarden, maar het gaat om wat we daadwerkelijk zien op de werkvloer. Dus het beleid wat bijvoorbeeld op papier staat, het wordt op een bepaalde manier uitgevoerd. Mensen hebben bepaald gedrag, ze maken bepaalde keuzes en alles wat je ziet, dat noemen we het organisatieklimaat. En vooral ook hoe de medewerkers dat ervaren. Je kan inderdaad wel van alles op papier zetten, maar het gaat uiteindelijk om hoe dat gepercipieerd wordt, hoe dat beleefd wordt. Dus om in te grijpen op die cultuur, beginnen we bij het creëren van een gezond en veilig klimaat. Dat gedrag en die beleving daarvan. En dat heeft heel veel effecten, want ik heb dat langdurig grote schaal onderzocht. Dus na 3 jaar promotieonderzoek zeiden de zorginstellingen waar ik mee gewerkt had, van nou hartstikke goed. Dat organisatieklimaat, daar moeten we op inzetten. Maar ja, hoe gaan we dat doen? Want daar schort het eigenlijk. We weten allemaal wel wat we ongeveer zouden moeten doen, maar maak dat nou eens praktisch. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan van hoe verbeter je dan dat organisatieklimaat binnen je organisatie. En eigenlijk als we kijken naar wat we willen veranderen, dus die beleving van die medewerkers, dat organisatieklimaat, dan weten we vanuit onderzoek dat je dat verandert in interactie tussen personen.
Want zo ontstaan percepties. Als je met elkaar praat, dan ontstaat die beleving. Dus vandaar dat de aanpak die ik ontwikkeld heb, centraal heeft, is eigenlijk de interactie bewerkstelligen tussen mensen in een organisatie. Dus eigenlijk gewoon het creëren van een continue dialoog in de organisatie over dit thema. Want ik denk dat ook in het onderwijs heel vaak de eigen gezondheid, de eigen veiligheid, dat staat altijd op plek nummer 2, want nummer 1 staat de leerling. Dat is in de zorg natuurlijk ook zo. De patiënt staat op 1, de cliënt, niet die medewerker. Maar om langdurig daarvoor te kunnen zorgen en een leerling te kunnen lesgeven en ontwikkelen, is het natuurlijk wel nodig dat er af en toe even naar jezelf wordt gekeken. Dus vandaar een continue dialoog binnen de organisatie over dit thema. En dat bestaat heel makkelijk uit 3 stappen. Hoe creëer je die continue dialoog? We beginnen bij een teampeiling. En die teampeiling, dat is eigenlijk helemaal geen groot MTO. Dat is gewoon een aantal stellingen hebben we bedacht. Bijvoorbeeld over werkdruk. Het voorkomen van werkstress is de verantwoordelijkheid van de werkgever. Nou, als u dat misschien zelf ook even over nadenkt, als u dat in eigen organisatie daarover zou gaan discussiëren, er zal vast wel verschillende meningen over bestaan. Maar het is niet eens zozeer het doel van de peiling om te weten hoe het binnen je team of binnen je organisatie ermee is. Het gaat vooral om dat je erover gaat praten, want dat is ook stap 2. Het is belangrijk om binnen het team van leraren en in de zorg, binnen het team van de zorgverleners, om met elkaar in dialoog te gaan over dit soort thema's. Van hoe sta je daar naartoe? Wat zijn jouw grenzen? Hoe ga jij hier nou mee om? Hoe ervaar jij dit nu? Dus dat is stap 2, de dialoog. De derde stap is dat eigenlijk bij die tweede stap gaat het team vooral heel erg met elkaar in gesprek. Maar uit onderzoek wat ik gedaan heb, blijkt ook dat voor de verandering van klimaat je ook de managers nodig hebt. En vooral ook de bestuurders, het hoger management in een zorginstelling. En teams kunnen ook niet altijd alles alleen oplossen. En soms weten ze ook niet waar de vrijheid ligt om iets wel of niet op te lossen. Dus vandaar dat we in stap 3 de bestuurder ook betrekken bij dit proces. Of de directeur, in ieder geval iemand uit het hoger management. Om op die manier binnen de gehele organisatie, want het teamdialoog wordt door een direct leidinggevende voorgezeten om die continue dialoog te bewerkstelligen. Die stap 1, 2 en 3, die doen we 3 keer. Dus er komen heel veel drietjes in deze aanpak steeds terug. Waarom doen we dat 3 keer? Nou, ten eerste omdat als je het 1 keer doet, dan zal het niet beklijven. Dus je moet het eerst een paar keer doen. Stap 1, stap 2, stap 3. Daarnaast is ook, in de zorg was het niet altijd mogelijk dat iedereen overal vanwege de diensten aanwezig was. Dus vandaar dat je ook iedereen erbij de mogelijkheid wil geven om een keer dat gesprek aan te gaan met die directeur. En een keer ook bij dat teamdialoog aanwezig te zijn. Duurt ongeveer 6 tot 9 maanden. Dit is de methodiek, de aanpak organisatieklimaat. Wat mij heel vaak gevraagd wordt. Ja, mooi, je gaat met elkaar in dialoog. Dat gaat iets opleveren. Ja, logisch. Je gaat met elkaar in gesprek. Dat is altijd goed. Dus mijn antwoord is dan ook altijd, ja, dat klopt. Dit is een open deur. Met elkaar in gesprek gaan, dat gaat iets opleveren. Maar toch het mooie hier is dat we het hebben kunnen bewijzen, wetenschappelijk kunnen bewijzen, wat het precies oplevert. En vooral ook hoe je dit het beste kan uitvoeren. En ik denk dat daar ook wel de kracht ligt. Dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Ik wil heel even meenemen naar van wat komt er dan uit? En die wetenschappelijke bewijs ervoor. Wat we hebben gezien, het zijn 2 grafiekjes dat je dus, wat we hebben gedaan, laat ik het zo zeggen. We hebben bij 10 verschillende zorgorganisaties, en de eerste 5 zijn de resultaten van, hebben we dus getoetst wat het doet als een aantal teams binnen een organisatie hiermee aan de slag gaat met deze aanpak, en een aantal die dat niet doen, controlegroep. En wat we zien is dat je, dus zoals we hier in de grafieken ziet, heel duidelijk ook dat degenen die dit programma hebben gedaan en dus ook met elkaar in gesprek zijn gegaan, dat daar een significante verbetering was ten opzichte van de groep die dat niet gedaan hebben. En het mooie was dat we dus niet alleen zagen dat die beleving, dat organisatieklimaat echt verbeterde, maar dat het ook het gedrag van mensen veranderde. En dan hebben we het bijvoorbeeld, als het gaat om werkdruk, over hoe vaak mensen bijvoorbeeld een luisterend oor bieden bij een collega. Maar ook hoe vaak ze elkaar aanspreken op gedrag.
Of ze hun grenzen met elkaar bespreken en ook weten van de ander en daarna vragen van gaat het nog wel? En dat soort zaken. Dus niet alleen de beleving, maar ook dat gedrag is verbeterd. En dat klinkt allemaal heel erg mooi. Maar ik heb ook nog even verder gekeken binnen die organisaties. Want soms was het effect iets groter dan bij anderen. Waar komt dat dan weer door? Nou, dat heeft heel erg te maken met de uitvoering. Want als je het dialoog met elkaar aangaat, is het heel belangrijk dat er naar twee zaken gekeken wordt. Wat ik gezien heb, is dat de effecten van deze aanpak het grootst zijn wanneer echt het management van de organisatie duidelijk gecommitteerd is, betrokkenheid toont. En dat is iets anders dan zeggen wat de teams moeten doen, maar dat is laten zien dat het belangrijk is. Er zijn een organisatie waarbij de bestuurder het gesprek met de bestuurder, de stap 3, heeft afgezegd. Daar zagen we echt de resultaten zo lopen. Dus dat is heel belangrijk hierin. Vooral voor dat klimaat, dus voor die beleving. Maar daarnaast is het ook belangrijk dat die dialoog niet blijft bij alleen maar een dialoog en alleen maar praten. Het gaat ook om de ruimte geven om wat daar tijdens zo'n teamdialoog, de stap 2, naar voren komt, dat je als organisatie ook de ruimte geeft om daar uiteindelijk dat in de praktijk te laten brengen. Laat de teams maar zelf met oplossingen komen. Geef ze ook de ruimte om het in een pilot bijvoorbeeld een keer te proberen voor een tijd. Want dan ga je zien dat die gedragsverandering ook gaat plaatsvinden. Ten slotte wil ik eigenlijk ook nog wel iets vertellen over van, nou goh, als het dan gaat over werkdruk, hoe gaat dat dan? En ik heb één voorbeeld. En dat is, dit is een teammanager van een team in de gehandicaptenzorg. En zij hebben deze aanpak gedaan. En wat zij ook aangaf is van, nou ja, als je echt je werkdruk wil aanpassen en je gezondheid van je team wil verbeteren, dan gaat het echt alleen lukken als je met elkaar in gesprek gaat. En die gezondheidsklachten die er zijn, bespreekt met elkaar. Wat hebben ze nou gedaan? Nou, haar team waar zij leiding aan gaf, dat was een team dat werkte met cliënten in een woongroep. En die woongroep, die had samen met de dagbesteding, want die cliënten moeten natuurlijk iedere dag iets gaan doen, afgesproken van, nou ja, om 9:00 gaan die mensen naar de dagbesteding. En toen ze met elkaar in gesprek gingen over werkdruk, toen zeiden ze van, ja, dat is echt verschrikkelijk. Tussen 8 en 9 moet je al die cliënten, moet het allemaal klaar. En nou, dat is echt het moment waarop wij, bij ons loopt het dan tot hier. Oké, nou ja, wat kunnen we daaraan doen? En het eerste wat iedereen zegt is, meer personeel. Want wij moeten meer mensen hebben, 's ochtends moet gewoon iemand bij en daar moeten we geld voor hebben. Maar ja, net als, denk ik ook in het onderwijs, ook in de zorg, ja, is dat er vaak gewoon niet. Dus toen zijn ze nog eens dieper erop ingegaan van, goh, die 9:00, wat kunnen we daar nou mee? En toen zei iemand eigenlijk van, ja, waarom is het eigenlijk 9:00? Toen zijn ze naar de dagbesteding, het andere team, gegaan. Van, nou ja, waarom moet dat van jullie? Ja, maar dat moet niet van ons. Dat weet ik ook niet waarom dat zo is. Nou, weet je wat? Laten we dan afspreken dat we van die 9:00, dat we die aanpassen. En dat we gewoon eens even voor een paar maanden gaan proberen hoe het gaat. Als we daar gewoon van 9:30 tot 10:30 van maken. Oké, laten we dat gewoon maar eens even proberen. Toen hebben ze daarnaast ook nog de klok in de woonvorm weggehaald. Want dat was echt iets waarvoor de medewerkers de hele tijd ernaar keken en dat leverde heel veel spanning op. Dus dat soort kleine dingen hebben zij dus aan de aanleiding van hun dialoog bedacht, zelf uitgevoerd. En toen hebben ze dus tot stand gebracht dat verzuim van hun team is afgenomen en het gevoel van werkdruk, hebben medewerkers ook aangegeven, is onwijs verbeterd. En wat bleek nu? Uiteindelijk waren al die cliënten om 9:00 alsnog gewoon klaar. Dus dat is gewoon iets wat ingesleten is. Maar daar gaat het niet om. Het is eigenlijk gewoon het idee van het weghalen van de klok en het in dialoog gaan en gewoon wat dingen uitproberen, kan al tot heel veel werkdrukvermindering leiden. En dat zou ik met 100 jaar promotieonderzoek nog niet hebben kunnen bedenken dat dat voor dat team werkte. Maar ik weet wel, als je dat team de ruimte geeft om daar zelf over in gesprek te gaan en echt over na te denken, dat zij zelf met de beste oplossingen komen, wat voor hun relevant is. En ik denk dat het in het onderwijs net zo is. De leraren, die weten waar ze mee zitten, waar zitten de belemmeringen. En het is altijd goed om dat met de manager te bespreken. Die moet dat ook weten en die moet ook kunnen aangeven van, nou ja, wat kan en wat niet. Maar uiteindelijk
denk ik dat het beste van de werkvloer zelf komt. Dus geef ze die ruimte. Dat is eigenlijk het laatste ook wat ik u mee wil geven. Van, werkdruk is niet iets wat alleen maar opgelost kan worden met meer geld en meer mensen. Dat is absoluut, begrijp niet verkeerd, heel belangrijk. Maar het is aan te pakken ook op een andere manier. En die dialoog is daar heel belangrijk in. Dus wat houdt u tegen, zou ik zeggen? Begin morgen met die dialoog. Zorg dat die binnen de gehele organisatie plaatsvindt. Organiseer het gesprek en ga met werkdruk aan de slag. Dank u wel. Robert Bronkhorst.